ready. En u kijkt naar de absolute wereldtop hier door Dordrecht. En Dennis Visser heeft hier een brutale beleiding in deze bierensterke sterke race. En Dennis Visser, ook dat, Jan Edelen, is het enorme talent. Ja, goede schaatser en rijdt vandaag erg sterk, moet ik zeggen, voor de rit van Koppenvaal. En wist een aardige naam achter zich te houden. En moet nu gewoon zorgen dat hij bij de eerste drie eindigt. En qua snelheid zit het allemaal goed en dan zit hij bij de tijd snel. Of wel gewoon één of twee natuurlijk. Ja, en dat zou wel een attent rijden, de Lee Jong-soo, dames en heren, de koning van Vancouver. Twee gouden medailles in Canada bij de Winterspelen 2010. En natuurlijk met Simeon Jelistratov. We kennen hem vorig jaar van het Europese kampioenschap. We kennen hem van het laatste Europese kampioenschap dat hij won. De rustige, bescheiden, minzame rust. Maar oh hey, met zijn shortneck staat samen. En zijn van absolute wereldtoppers. Aanval buitenom van Simeon Jelistratov. En de bel voor de laatste ronde. Het is nu van Dennis Visser. Om te proberen voorbij Lee Jong-soo te komen. In die laatste rondes, Jelistratov. En Lee Jong-soo is de nummer 2. Dennis Visser.